zoek naar een leuke plek voor een zakelijke afspraak, om even bij te praten of gewoon voor een goede kop koffie of thee. Vandaag laat ik je 5 mooie plekken zien. 10 jaar geleden opende Koffie & Koffie als eerste koffiebar in Ede Centrum haar deuren. De koffie is hier gemaakt van eigen koffiebonen en de zoete lekkernijen zijn zoveel mogelijk huisgemaakt. De afgelopen jaren zijn er nog veel meer koffiebars bijgekomen in het centrum van Ede. Die ontdekt u wanneer u hier rondloopt. In het oude, prachtig gerenoveerde pand van Eindeloos in Bennekom zijn verschillende plekjes voor een goed gesprek. De koffie wordt hier gemaakt van koffiebonen die direct bij de koffieboer worden ingekocht, in Midden- en Zuid-Amerika of Afrika. Ook kunt u kiezen uit tientallen soorten thee. Midden in Harskamp ligt eethuis De Vergulde Leeuw. De deuren openden hier in 1893, dus je kunt gerust spreken van een nostalgisch plekje. De inrichting ademt de sfeer en historie van het dorp. Naast lunch en diner kun je hier terecht voor een goede kop koffie of thee. De Wormshoef is gevestigd in een monumentaal pand in het gezellige Lunteren. Het eethuis heeft een mooie plek verworven op de culinaire kaart van Lunteren en omgeving. Het is een karakteristieke plek voor zakelijke ontmoeting. Al ruim 200 jaar is de Waldhoren in Otterlo een gastvrije plaats. Op de menukaart staan diverse streekproducten zoals Otterloose honing en kruiden uit eigen kruidentuin. Bijvoorbeeld voor een lekkere verse munthee. Ook hebben ze diverse soorten biologische koffie en thee. Het terras van de Waldhoren heeft deze zomer de publieksprijs gewonnen in de Nationale Terrastop 100.